aantal vragen binnengekregen die wij gaan beantwoorden. Een eerste vraag die wij hier hebben is: waarom gaat het niet goed in mijn relaties, terwijl ik alles voor mijn vriendinnen doe en mezelf altijd wegcijfer? Nou, dit is eigenlijk een beetje waar we het natuurlijk vanavond over hebben. Het is juist ontzettend belangrijk dat je jezelf niet wegcijfert en dat je juist van jezelf laat zien in de relatie. Want niemand wil een relatie met iemand die zich altijd maar onzichtbaar maakt. We willen juist een relatie met iemand die zichtbaar is. Iemand die van toegevoegde waarde is als persoon. En niet alleen iemand die voor hen de weg vrij maakt om hun eigen gang te gaan. Dus daarmee slaat deze vraag perfect op datgene wat we net hebben besproken. Stop ermee jezelf weg te cijferen. Neem de regie in handen over je eigen leven, je eigen relatie. En speel de hoofdrol in je eigen leven. Dan hebben we een volgende vraag. De persoon met wie ik date is heel onzeker. Hoe kan ik daarmee omgaan om zijn zelfliefde te vergroten? Nou, het allerbelangrijkste is dat jij als partner niet verantwoordelijk bent voor de onzekerheid en onzekerheid van de ander. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. En dat is wel waar het heel vaak best wel een beetje misgaat binnen relaties. Is dat we ons daar wel verantwoordelijk voor voelen. Maar uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Wat je wel kan doen is thema's zoals zelfliefde, zoals zelfwaardering, goed zorgen voor jezelf, dat vergroten. En op het moment dat die onzekerheid er is, zonder daar al te veel in mee te gaan, zonder daar al te veel een drama van te maken, gewoon bevestigen dat je er bent en dat het niet nodig is om onzeker te zijn. Ik zou het wel serieus nemen, hè, want anders krijgt iemand het gevoel dat diens gevoelens er niet mogen zijn. Of dat diegene zich aanstelt, of dat diegene niet goed genoeg is, of diegene het altijd verkeerd doet. Dus daar moet je heel erg voor waken. Maar probeer in ieder geval wel met liefde, met compassie, gewoon aan te geven, weet je, het is niet nodig. Je hoeft niet onzeker te zijn. Op het moment dat het iets is waar je last van hebt, ga er dan mee aan de slag. Maar daarin zit dus ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Dat ze zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen om ermee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk kan jij dat niet voor diegene doen. Wat moet ik anders doen om niet telkens op een telefoontje van een man te wachten en achter hem aan te hollen? Daarin is het gewoon heel belangrijk om een stukje regie zelf in handen te houden. Ik snap dat het heel verleidelijk kan zijn om op zoek te gaan naar die bevestiging, om op zoek te gaan naar die aandacht. Maar dat is vaak voor de ander ook helemaal niet zo heel erg prettig. Dus daarin is natuurlijk wel een verschil tussen een soort van gepast initiatief nemen, hè, en aangeven wat je nodig hebt, of voortdurend jezelf in de wachtstand zien staan. Weet je, je wil voorkomen dat je de hele tijd in de wachtstand staat en de hele tijd aan het wachten bent, afhankelijk bent van de ander. Maar je wil ook voorkomen dat je te veel aan het pushen bent. En daar slaat de volgende vraag op, zie ik. Hoe voorkom ik dat ik te enthousiast raak in het begin na een eerste date? Ja, die is heel erg lastig, want Als je iemand ontmoet en het is leuk en het lijkt te klikken, dan is het heel verleidelijk, zeker als je echt op zoek bent naar die liefde en je hebt het gevoel dat een lang verwachte wens in vervulling gaat, om ons er helemaal op te storten. Maar daar moet je echt, dat gevoel moet je echt gewoon heel rationeel toespreken. En dan moet je jezelf gewoon echt een beetje remmen en terughouden, want te veel enthousiasme kan de ander ook wegjagen. Hè? Als je te veel al bezig bent met de toekomst, alle dingen, als je te veel laat blijken, hey, ik ben beschikbaar en ik wil. Hoe verleidelijk het ook is, en ik denk dat we er allemaal een keertje in hebben gezeten in zo'n situatie, probeer jezelf echt rationeel wat af te remmen. En dat is niet fijn en dat is niet leuk. Maar wat je niet wil is dat of de ander wegrent door jouw enthousiasme, of doordat je er zelf al zo overmatig in zit met je gevoel, dat jij degene bent die straks teleurgesteld is, gekwetst raakt,
Omdat de ander helemaal niet zo committed is zoals dat jij dat bent. En zeker wanneer we meegaan in ons eigen enthousiasme, ontstaat ook het risico dat we een beetje het contact met de realiteit kwijtraken. En dat we ook niet meer goed kunnen inschatten hoe de ander erin staat. En dat we elke vorm van bevestiging gelijk zien als bevestiging voor al die toekomstdromen die je hebt. Dus het is ontzettend lastig om die balans te bewaken. Wel contact, wel initiatief nemen, niet te veel afwachten, maar ook weer niet te veel, te enthousiast zijn. Maar probeer het voor jezelf gewoon wel dat een beetje te reguleren. Ook ter bescherming van jezelf. Want je wil niet dat jij er volledig in zit, terwijl de ander dat niet zit. En die vorige vraag ging juist inderdaad over van, wat moet ik anders doen om niet telkens te wachten op dat telefoontje. Wat je niet moet, waar je je niet in moet vergissen, is dat continu wachten op telefoontjes en continu bezig zijn met met die bevestiging en die bevestiging krijgen, maar dus eigenlijk niet die bevestiging of dat contact zelf willen opzoeken, te veel, dat kost zo verschrikkelijk veel energie. Dus als jij de hele tijd aan het wachten bent op een telefoontje, dat kost vaak veel meer energie, waarin je ook nog eens zelf aannames gaat doen en zelf allerlei gedachten gaat vormen, dan wanneer je dan gewoon even contact opneemt en zegt, hey, hoe is het ermee? Zou je het leuk vinden om een keertje af te spreken? Want ook al komt er dan een nou nee dankje, dan heb je in ieder geval wel je antwoord. En dan kost het uiteindelijk veel minder energie dan wanneer jij de hele tijd aan het wachten bent. Nou, de volgende vraag, die is het volgende. Ik vind haar persoonlijkheid superleuk en we hebben een klik. Maar ik voel mij fysiek gezien niet aangetrokken. Moet ik haar wel of geen kans geven? Dit is best wel een beetje een ingewikkelde vraag voor heel veel mensen. Want we hebben toch het idee, we hebben een beeld voor ons van hoe onze partner eruit zou moeten zien. Of een beeld van wat we aantrekkelijk vinden. En als we dan iemand treffen waarbij dat eigenlijk niet matcht, dan vinden we het vaak lastig om onszelf daar overheen te zetten. En zeker op het moment dat je dus iemands persoonlijkheid heel erg leuk vindt, maar fysiek gezien iemand niet zo aantrekkelijk vindt, dan is het heel belangrijk om jezelf af te vragen van, oké, maar vind ik diegene echt onaantrekkelijk? Of voldoet diegene fysiek gezien niet aan de verwachtingen van hoe ik altijd had gedacht dat mijn toekomstige partner eruit zou zien? Want er is echt een heel groot verschil tussen iemand echt fysiek onaantrekkelijk vinden en dat iemand dus niet aan die verwachtingen voldoet. En dat je dus gewoon een beetje dat beeld moet gaan bijschaven. Dat is namelijk helemaal niet gek. Ik denk dat dat heel veel mensen overkomt. Het feit dat je de persoonlijkheid zo superleuk vindt, dat is ontzettend belangrijk. Want uiteindelijk, als je een relatie op gaat bouwen, als je een toekomst op gaat bouwen, dan speelt het uiterlijk absoluut mee. Maar die persoonlijkheid is ook zo ontzettend belangrijk. En daarnaast kan je natuurlijk ook wel kijken van, oké, maar wat is het dan in dat uiterlijke, het fysieke, dat mij niet zo trekt? Een van de dingen waar mensen zich toch wel in vergissen is bijvoorbeeld de impact van hoe goed zorgt iemand voor zichzelf. Als jij een laag zelfbeeld hebt, als je nooit hebt geleerd hoe je goed voor jezelf moet zorgen, als dat hele stukje zelfliefde iets is waar jij niet zo heel erg vaardig in bent, ja, dan kan het uiterlijk kan eigenlijk een soort van een vertaling zijn daarvan. Dus het niet aantrekkelijk vinden van iemand kan dus gaan over van, ja, maar ik vind het dus niet aantrekkelijk dat iemand onvoldoende voor zichzelf zorgt. Dat zou natuurlijk wel een onderwerp zijn wat je bespreekbaar kan maken. Dan heb je het niet over, ik vind jou niet mooi of ik vind jou niet knap. Maar dan heb je het over van, maar wat zou het voor jou betekenen? Wat zou het voor ons kunnen betekenen op het moment dat je daar wat meer aandacht aan gaat besteden? Dat is absoluut wel een onderwerp wat je bespreekbaar mag maken. En dat doe je dus ook vanuit liefde. Moet ik stoppen met daten als ik het gevoel heb dat iemand te goed voor mij is? Ja.
Wanneer is iemand nou echt te goed voor je? Ik zou eerder proberen om hem te gaan, als het ware, te gaan omdenken. Kennelijk is er dus iemand waarvan jij het gevoel hebt dat die te goed voor jou zou zijn, wat dat dan ook mag betekenen. Vind jou leuk. Is in jou geïnteresseerd. Vind jou de moeite waard om tijd mee door te brengen. Wellicht zit daar dan een boodschap in die jij ook aan jezelf mag gaan vertellen. Namelijk dat jij de moeite waard bent om met iemand te zijn zoals deze partner. Dus in plaats van te stoppen met daten, omdat je denkt de ander is te goed voor mij, ik ben niet goed genoeg, hem juist dus gaan omzetten. Oh, kennelijk is dit iemand die mij ziet staan. Kennelijk is mijn beeld over mezelf toch wat anders dan diens beeld. Je daar bewust van zijn, daarmee aan de slag gaan en vertel het jezelf maar. Al is het 100 keer. Maar ga jezelf proberen te zien door de ogen van die ander. Tijdens mijn eerste dates doe ik mij net iets beter voor. Zoals verhalen iets mooier maken of iets enthousiaster reageren op bepaalde interesses. Is dit normaal gedrag? Ja, dit is hartstikke normaal gedrag. Ik denk dat iedereen dit wel doet. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Zolang het maar iets beter is. Weet je, als je volledig voorbij loopt aan jezelf. Als jij als het ware aan het overschreeuwen bent. Omdat je het idee hebt dat jij als persoon niet goed genoeg bent. Ja, dan zou ik zeker zeggen, dat hoeft helemaal niet. Want dan ga jij een heel ander beeld van jezelf neerzetten. En waarschijnlijk ook een minder aantrekkelijk beeld van jezelf. Want op het moment dat we onszelf gaan overschreeuwen, komen we arrogant over. En dat is puur uit onhandigheid. En dat is helemaal niet aantrekkelijk. Dan is het veel aantrekkelijker om gewoon bij jezelf te blijven. En dingen te vertellen zoals dat ze zijn. Want als het een beetje is waarin je jezelf wat beter voordoet. Je beetje is waarin je wat enthousiaster bent. Dat is helemaal niet erg. Maar op het moment dat jij dus iemand anders neerzet, een rol aanneemt. En vervolgens is dat dus eigenlijk helemaal niet wie jij bent. Maar dat is dus wel degene waar zij bijvoorbeeld voor vallen. Ja, dan gaat het je heel veel moeite kosten om aan dat beeld te blijven voldoen. Plus, dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. Want jij doet je anders voor omdat je denkt dat jij zelf niet leuk genoeg bent. Vervolgens doe jij jezelf dus een aantal keer anders voor. Daar valt diegene voor. En op het moment dat jij je weer een beetje meer als jezelf gaat gedragen, dan heb je het risico dat die ander afhaakt. En dan krijg jij dus te horen waar je eigenlijk van tevoren al bang voor was. Zie je wel, ik als mezelf ben niet leuk genoeg. Dus daarom moet je jezelf ook een beetje beschermen. En dus zorg dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Ik ben een super enthousiaste en goede jongen. Maar soms ben ik een beetje te opgedraaid. Ik bedoel hiermee te druk. Door mijn ADHD, waardoor mijn dates afhaken nog voordat er iets meer is. Hoe kan ik dit voorkomen? Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is als je weet dat die ADHD aanwezig kan zijn in het contact met anderen. Om het gewoon bespreekbaar te maken. Zeker als je merkt dat tot op heden het elke keer een belemmering is. Maar ook zorg ervoor dat je dingen gaat doen waarin jij jouw enthousiasme en energie kwijt kan. Want als jij een activiteit gaat verrichten, dan zal diegene misschien ook wel zien dat je enthousiast bent. Zien dat je misschien wat drukker bent of wat sneller afgeleid bent. Maar diegene zal ook zien dat jij gewoon jij bent. En dat je een goede jongen bent. En dat je een leuk iemand bent. En dat je plezier kan hebben met jou. Ga je jezelf in een setting zitten waarin je in een restaurant zit. En noodgedwongen 2-3 uur tegenover elkaar gaat zitten. Waarin je helemaal onrustig wordt. En nou ja, misschien dus wat vervelend wordt. Omdat je voortdurend afgeleid wordt. En je nergens heen kan met al je energie en enthousiasme en je prikkels. Ja, dan zal het waarschijnlijk tegen je gaan werken. Dus zorg ervoor dat de context waarin
jouw date jou ontmoet, is eentje waarin jij echt in je kracht staat. Ik ben een heel uitgesproken persoon. Is het oké om mij niet direct, jezelf helemaal bloot te geven? Ik denk dat dat heel erg oké is. Als je het hebt over jezelf blootgeven, dan heb je het dus eigenlijk over het tonen van oprechte stukjes over jezelf. Nou, en dat, nou ja, dat zie ik altijd wel als kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid gaat over van je toont een stukje van jezelf zonder dat je weet hoe de reactie van de ander zal zijn. En zeker als je aan het daten bent, je de ander nog niet kent, ben je eigenlijk voortdurend kwetsbaar. Want op alles wat je zegt en doet, weet je niet hoe de respons zal zijn. En die onzekerheid moet je kunnen verdragen. En dat kan een hele prettige reactie zijn, maar het kan ook een afwijzende reactie zijn. Nou, eigenlijk, kwetsbaarheid is noodzakelijk om verbindingen aan te gaan. Dus je moet sowieso op een of andere manier aan de gang gaan met dat stukje kwetsbaarheid, stukjes oprechte stukjes van jezelf tonen. Absoluut. Maar in de regel hoef je dat pas te doen op het moment dat de ander heeft laten zien, jij kan mij vertrouwen. Als de ander heeft laten zien dat die het waard is om die stukjes van jezelf te laten zien. En dat is heel lastig, want aan de ene kant is het nodig dat je dus je kwetsbaar opstelt, zodat je die verbindingen aangaat, zodat je die ander kan gaan vertrouwen. En anderzijds moet je pas je kwetsbaar op gaan stellen op het moment dat dat stukje vertrouwen er al is. Dus dat is een hele lastige balans om dat op te gaan zoeken. Maar je hoeft jezelf zeker niet direct helemaal bloot te geven. Maar kies er gewoon voor. Wat wil jij over jezelf zeggen? Welke stukjes van jezelf kan jij wel delen met de ander zonder dat een eventuele afwijzende reactie jou heel erg raakt? He, want je kan ook stukjes over jezelf delen waar die minder gevoelig liggen bijvoorbeeld. Dus kies dan voor die stukjes en bewaar de echte, nou, kwetsbare stukjes, bewaar die voor later. Als je iemand een bericht stuurt omdat je zijn profiel interessant vindt, mag je dan verwachten dat die persoon antwoord geeft? Mijn mening is, als iemand de moeite neemt om iets te schrijven, dan mag je wel een antwoord terugverwachten uit respect. Ja. En het allerliefst zou ik zeggen, ja, tuurlijk. Maar degene naar wie jij een bericht stuurt, je weet niet in wat voor situatie diegene zich begeeft. Je weet niet of die toevallig die dag, die avond, die week online kijkt. Misschien heeft diegene het wel ontzettend druk met zijn werk. Is diegene ziek? Is er een sterfgeval in de omgeving? Is er op dit moment even wat minder ruimte voor daten, voor een relatie? Dus dat is heel erg lastig, dat wij het gelijk voelen als een afwijzing of als respectloos. Terwijl als je het verhaal van de ander hoort, dat er misschien wel helemaal niet achter zit. En dat is zo ontzettend lastig, want dat gaan we allemaal invullen, terwijl je dat dus niet weet. En ik heb toevallig een van mijn hele goede vriendinnetjes, die heeft 2 jaar geleden heeft ze haar partner op Lexa ontmoet. Inmiddels, op de dag, hebben zij samen een kindje en zijn zij getrouwd. Hij heeft zelfs tot 3 keer toe zijn lidmaatschap verlengd, omdat hij per se contact met haar wilde en zij niet reageerde. En het was niet te pusherig, hij stuurde af en toe een berichtje, maar hij dacht wel, ik moet kijken of ik haar aandacht kan krijgen. En pas na een aantal weken kwam zij er überhaupt achter dat hij berichtjes had gestuurd. Zij had hem niet opzettelijk genegeerd. Ze was niet respectloos naar hem geweest. Ze had hem niet geghost. Allemaal dat niet. Ze had het gewoon niet gezien. En nu zijn ze samen. En zijn ze ontzettend gelukkig samen. Dus daarin weet je niet wat het verhaal van de ander is. En doordat we dus aannames gaan doen, doordat wij gelijk enorm die teleurstelling voelen en het direct als een afwijzing voelen als de ander niet reageert,
wordt het iets wat ons frustreert? En worden we een beetje moedeloos? Worden we een beetje boos tegen de ander? Vinden we anderen respectloos? Terwijl dat er dus heel vaak helemaal niks mee te maken heeft. En enerzijds zou ik dus zeggen, het zou geweldig zijn dat als iemand de moeite neemt om jou even een bericht toe te sturen, antwoord dan gewoon eventjes. Maar ik weet ook dat het in de realiteit niet altijd zo werkt en dat het ook niet altijd iets betekent. Wat moet je doen als je zelfliefde elke keer wordt afgebroken door anderen? Ja, dat is interessant. Want zelfliefde, die is voor jou. Dus je eigen verantwoordelijkheid. Dat is iets wat jij op dagelijkse basis in de kleinste dingen kan gaan doen. Dus op het moment dat het door anderen wordt afgebroken, dan ben je er nog niet helemaal wat betreft het het ownership, dus het eigen maken van die zelfliefde. Want in dat stukje zelfliefde ben je niet afhankelijk van een ander. Een ander kan die zelfliefde niet doorbreken. Die zelfliefde is van jou. En het kan absoluut wel versterkt worden door anderen. Maar in principe is die zelfliefde van jou. En op het moment dat je dus merkt dat dat continu door anderen wordt verbroken, dan zal het van jou nog meer werk vragen. En zal jij dus ook je moeten gaan omgeven met mensen die jou de ruimte gunnen om met die zelfliefde aan de slag te gaan. En die jou die liefde ook geven. En dan heb ik het niet alleen over die partner, want die zou ik je zo gunnen, zo geven. Maar dan heb ik het dus ook over bijvoorbeeld vrienden. En de impact van de mensen om ons heen, los van onze partner, onze familieleden, onze vrienden, onze collega's, die is zo ontzettend groot. En je mag daarin verwachten van de mensen om jou heen dat die liefdevol zijn naar jou toe. Dat betekenisvolle relaties zijn die jou energie geven. En op het moment dat ze jou vooral energie kosten, jij niet jezelf mag zijn, dat er geen ruimte is voor jou, eigenlijk net als in een romantische relatie, dan mag jij daar grenzen gaan stellen, dan wel meer ruimte in gaan nemen voor jezelf. Want daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Als mijn date mij een complimentje geeft, vind ik het zeker leuk om te horen, maar ik vind het zo moeilijk om ze te geloven. Ik zie mezelf namelijk niet zo. Hoe kan ik hiermee omgaan? Nou, wat ik jou in ieder geval zou willen vragen is om alle complimentjes die jij een keer hebt gekregen, om die eens op te gaan schrijven. Gewoon letterlijk dat het zwart op wit voor je neus staat. Want voor heel veel mensen is het heel erg lastig om complimentjes te ontvangen en ook daadwerkelijk te voelen. Want het liefst negeren we ze, schuiven we ze weg, denken we gelijk ja maar. Hè? Of we kaatsen ze een soort van terug naar de ander. Stel je krijgt een compliment over, over wat je aan hebt of hoe je haar zit. Dat we geneigd zijn om tegelijk te zeggen van oh ja, maar ik heb dit maar in de uitverkoop gekocht. Of, zelf krijg ik mijn haar niet zo hoor, maar dit heeft een vriendin gedaan. Dus we zijn heel goed in het afschuiven van complimentjes. Terwijl het enige wat je eigenlijk zou moeten doen is, op het moment dat er een compliment komt, voelen maar, ervaren maar. Het enige wat je hoeft te doen op dat moment is te zeggen, dankjewel. Voor de rest niks. Laat hem maar eventjes binnenkomen, laat hem maar eventjes landen en ga eens de dingen opschrijven waar jij allemaal complimenten over hebt gekregen. En ga jezelf eens eventjes de ruimte gunnen om dat gewoon eens echt even rustig in je op te nemen en te voelen. Je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn, maar het afschuiven ervan, dat doet ook bijna een beetje onrecht aan degene die hem geeft. Want wat is diens mening of idee of ervaring dan waard? Vind je die ander dan zo niet geloofwaardig? Dus dit heeft ook echt wel te maken met zelfliefde en zelfwaardering, dat zelfbeeld. Want net als met dat stukje, hoe kan je nou oprecht voelen dat een ander van jou houdt op het moment dat je dat zelf niet voelt? Ja, dat komt helemaal overeen hiermee. Op het moment dat jij zelf niet voelt dat jij dat compliment waard bent, dan zou je dat ook helemaal niet kunnen ontvangen. Maar de kunst zit hem dus in, als iemand jou een compliment geeft, in wat voor setting dan ook,
Voel hem, bedank hem en laat het daar eventjes bij. We gaan richting de afsluiting. We hebben een heleboel vragen beantwoord. En ik hoop ook oprecht dat jullie hier ook wat aan hebben gehad. Dat het makkelijker wordt om, om jezelf de moeite waard te gaan vinden. Om, om echt te groeien in dat stukje zelfliefde. En dat jij het de moeite waard vindt om van gehouden te worden. Want het zal jou helpen andere keuzes te maken in de liefde. Voordat we hem nou helemaal afsluiten, wil ik jullie nog eventjes aan herinneren dat na deze coaching komt er dus een link in beeld waarin jullie naar de live room kunnen gaan. Daar kunnen jullie elkaar nog verder ontmoeten, nog verder bespreken. Nou ja, wat we misschien vanavond hebben besproken of andere dingen. De replay van vanavond is volgende week, als het goed is, beschikbaar. De andere replays die zijn al beschikbaar op de website van Lexa. En als jij nou via Instagram luistert, maak dan een account aan. En dan kan je in ieder geval toegang krijgen tot de replay en de live rooms. Ontzettend bedankt dat jullie hier vanavond waren. Nogmaals, ik hoop dat ik in ieder geval iets heb mee kunnen geven waar jullie wat aan hebben. En een hele fijne avond. En veel geluk en plezier in de liefde. Of het nu voor jezelf is of met een ander. Dankjewel.